U bent nu in het Rivierengebied. Dat loopt van de Duitse grens tot aan de Randstad. Er wonen ongeveer 1 miljoen mensen en er is veel bedrijvigheid. Industrie en transport, maar ook landbouw, fruitteelt en glastuinbouw. Waterschap Rivierenland zorgt voor het oppervlaktewater in het gebied. We zorgen dat het schoon is en dat er voldoende van is. Overtollig water voeren we af. Daarnaast zorgen we voor veilige dijken. Zo beschermen we het gebied tegen overstroming. Schoon water en veilige dijken lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Het waterschap is iedere dag aan de slag met waterbeheer, met het zuiveren van rioolwater en met het onderhoud van bijna 1000 kilometer dijken. Waterschap Rivierenland regelt het waterpeil in het rivierengebied. Dat gebeurt heel fijnmazig: met honderden inlaten, kleine stuwtjes en pompen. Met dit grote gemaal wordt het overtollige water uiteindelijk weggepompt. In het rivierengebied liggen enkele tientallen van deze gemalen. Ze hebben een capaciteit van soms wel 60.000 liter water per minuut. Zo zorgt het waterschap dat er precies voldoende water is. Water voor bijvoorbeeld landbouw, industrie, scheepvaart of recreatie.